Ja, dankjewel Koen. Dankjewel voor de introductie. Goedemiddag allen. Welkom in het Karsteen Stadion. In het mooie Ernst Happel Lounge. Het is natuurlijk nog steeds erg wennen in deze coronatijd en in de setting waarin we zitten. Het blijft natuurlijk gek om iedereen in mondkapjes te zien. Maar goed, gezondheid gaat boven alles. Ook in deze fase uiteraard. En ik hoop in ieder geval dat iedereen gezond en wel is. En dat jullie naasten en familie en vrienden ook in goede gezondheid verkeren. En dat geldt natuurlijk ook uiteraard voor de supporters thuis die meekijken. Nou, voor ons is het wederom een belangrijke dag. Wij zijn hier om onze nieuwe hoofdtrainer Ruud Brood te presenteren. En uiteraard assistenttrainer Adrie Bogers. Zij hebben zich gecommit aan ADO Den Haag tot de zomer van 2022. Wij zijn ook verheugd dat Ruud deze uitdaging is aangegaan met ons. Nou, en dat het een uitdaging is, dat lijkt me duidelijk. We weten allemaal hoe het vorig seizoen sportief is gegaan met ADO Den Haag. Dat is niet een van de beste seizoenen, zeg maar, van de club. Nou, door het uitbreken van corona zijn we natuurlijk vroegtijdig gestopt. Daarbij hebben wij getracht, naar aanleiding van de meerjarenplan die we met elkaar hebben geschreven, een beleid uitgestippeld, waarin wij genoodzaakt waren om de spelers op een andere manier door te selecteren, wat ook weer belangrijk is voor de club. Ja, want een van de speerpunten is ook voor jongen en ervoor zorgen dat je niet alleen sportief, maar dat je ook meer waarde op het veld gaat creëren. Nou, daarin hebben we een stap gemaakt met een hoofdtrainer. En, helaas heeft dat niet het gewenste resultaat gehad, waardoor wij genoodzaakt waren om een rigoureuze maatregel te treffen. Desalniettemin hebben wij wel meteen met elkaar gezegd van we moeten doorpakken en dat hebben we gedaan. En dan zijn we uitgekomen bij een zeer ervaren trainer die de Eredivisie goed kent, gepokt en gemazeld is, die ook hele goede resultaten heeft behaald met andere clubs en die ook gewend is om met een duidelijke beleid en structuur en visie om te gaan en dat om te zetten in sportieve goede resultaten. Nou, daar gaan we natuurlijk voor. Ruud heeft in de gesprekken ook laten blijken dat hij eigenlijk goed kan omgaan met uitdagingen, maar voor hem des te moeilijker, des te leuker. Nou ja, goed, als ik dat soort dingen hoor, dan klinkt dat voor mij een muziek in de oren. Als je als algemeen directeur ook bij ADO Den Haag instapt in een moeilijke periode. En samen moet je het doen. En dat zijn we ook voornemens om te doen. En daarbij wil ik ook aangeven dat Adrie Bogers zich ook heeft gecommit aan ADO Den Haag. En die heeft ook een staat van diensten als trainer in binnen- en buitenland. Dat betekent dat we echte ervaren trainers aan boord hebben. En ik denk dat het heel goed is voor ADO Den Haag om de volgende stap te zetten. Zij willen zich graag conformeren aan het meerjarenplan die we met elkaar hebben uitgestippeld. En ik wens ze daar uiteraard heel veel succes bij toe de komende tijd. Dankjewel Mohamed. Ik sprak jou gisteren, jij zei tegen mij ze tekenen tot 2022. Dat is langer dan tot het einde van het seizoen. Dat was een bewuste keuze, zei je. Kan je vertellen waarom? Ja, absoluut. Kijk, het gesprek die we gevoerd heeft Ruud ook natuurlijk ook echt duidelijk aangegeven dat hij mee wil denken in een visiebeeld, waarom hij ook gewend is om met een technisch hart te werken. Kijk, wij willen met elkaar sparren, de club continu verbeteren, maar ook richting volgend seizoen. Om dat door te pakken. En met name de verjongingstraject die we zijn ingegaan. Ja, daar heeft Ruud echt duidelijke ideeën over. En ik weet zeker dat hij dat straks ook gaat toelichten. Ja, en dat heeft ons echt het vertrouwen gegeven om deze stap te zetten. En
Ja, goed, nogmaals, je bepaalt met elkaar een periode. Maar ik denk dat het goed is ook voor ADO Den Haag om wat rust te creëren rondom een hoofdtrainerschap en een assistenttrainerschap. Dus ja, op papier is het zomer 2022. Maar uiteraard hoop ik dat Ruud de man is die de komende jaren het beleid een volg kan geven. En met ons voor een langere periode gecommit kan zijn aan deze mooie club. Dank Mohamed voor de introductie. Alsjeblieft. Dan mag jij je stoel een stukje naar achter schuiven en plaatsmaken voor Martin Jol, hoofd van ons technisch hart. Ja. Daar hoort ook een ander naambordje bij. Jol. Martin, welkom aan tafel. Kan jij een nadere toelichting geven voor de aanstelling van Ruud Brood en Adrie Bogers? Nou ja, ik denk dat het geen toeval is dat Ruud hier zit. Ik ken Ruud en ik volg hem al heel lang. Hij is een aantal malen bij me geweest in Duitsland, in de Premier League, bij Tottenham, bij Fulham. Dus ja, ik kende Ruud al wat langer, ook van de RKC. Des te leuker was het dat hij over de inrichting van onze trainerstaf gelijk kwam met de naam van Adrie Bogers, waar we ook op één lijn zaten. En ik denk dat het eigenlijk een hele goede match is, maar goed, je weet het nooit. Hè. Je kan beter midden beginnen en hoog eindigen dan andersom. En de keus voor hem is natuurlijk een andere keus die we gemaakt hebben. Niet alleen ik, want het was gewoon mijn technisch hart over de vorige staf. Toen vond ik het toch belangrijk dat er een haastintje aan zat. En dat is helaas niet geworden van wat wij ervan verwacht hadden, maar ook wat de trainer waarschijnlijk er niet van verwacht had. En dat is heel vervelend. Daar heb ik ook slapeloze nachten van overgehouden. Maar ja, we moeten door. En we moeten naar de toekomst kijken. En hoe leuk was het niet dat die gesprekken resulteerden in een verbintenis met Ruud, die zich niet alleen conformeerde, want ik heb altijd het liefst dat de mensen die voor ons werken het zelf kunnen. En ook dezelfde visie hebben als de club. En dat is niet mijn visie, dat is onze visie. En dat houdt in dat je toch na vorig jaar en de jaren daarvoor met jonge mensen moet werken. We willen toch proberen om toch wat geld te genereren via de ontwikkeling van spelers. Maar ja, daar komt ook bij dat je een speelstijl hanteert die die aantrekkelijk is. Jullie kennen toch het credo van deze club en dat heeft toch te maken met aanvallend voetbal en het jagen op die bal. Nou, en Ruud die kon zich daarin vinden. Nee, sterker nog, hij had echt ideeën erover om dat te ontwikkelen. Ja, dat is natuurlijk op onze lijn, want we hebben natuurlijk wel 5 man in dat technisch hart zitten. Dus dat houdt in, als ik er morgen geen zin meer in heb, dan gaan we gewoon door. In dezelfde visie, met hetzelfde beleidsplan van Mohammed en dat ligt er gewoon. En wat voetbal betreft zitten wij helemaal op één lijn. En ik heb Ruud ook gevolgd, ook bij RKC en bij NEC en bij PSV. Dus ja, ik hoop dat dat heeft geresulteerd in een hele goede verbintenis. En dat het beter uitpakt dan de vorige keer. Want ja, daar heb ik toch ook mijn handen voor op moeten houden. Dat onze keuze niet gelukkig was. En dat ligt niet alleen aan de trainer, dat lag ook aan ons. Dankjewel Martin. Belangrijk noem jij ook is het ontwikkelen van jonge spelers, ook het presteren met jonge spelers natuurlijk. Helpt de ervaring van Ruud daarin, denk je? Nou ja, dat is wel een van de dingen geweest waar we over gedacht hebben. We hebben eerst de onervaren trainer genomen, omdat ik toch dacht dat ten eerste was Louis van Gaal, die zal denk ik meer vragen. Dus we hadden ook niet het budget om trainers van naam aan te trekken in die tijd. Nu nog niet, maar het is wel zo dat ik denk dat we heel erg in de buurt zitten met Ruud qua ervaring en ook qua enthousiasme en ambitie. En dat is natuurlijk niet heel vaak zo, dat zie je vaker bij hele jonge trainers. Maar zoals ik net al zei, ik had echt verwacht dat 2 weten meer dan 1. En ik dacht met Ranko en met mij op de achtergrond dat we net zo sterk zouden zijn als een ervaren trainer die dan waarschijnlijk hetzelfde probleem heeft, want we hebben natuurlijk een probleem. Vorig jaar hebben we helemaal onderin gestaan en door corona zijn we gered. Ja, en dit jaar hebben we toch moeten beginnen met allemaal jonge gasten die in onze ogen potentie hadden. Maar ja, al zou dat
niet makkelijk zijn, dan denk ik nog, ja, we kunnen niet in onze kist gaan liggen en wachten tot iedereen zegt dat we ze heel slecht zijn en de minste poezen van de Eredivisie. Wij willen gewoon, en dat hadden we ook uitgesproken, 15e worden. En we willen erin blijven. Nou, en als mensen daar niet achter staan, dat kan. En dat ook nog naar buiten brengen, ja, dan breng je ons, mij, in een heel moeilijk pakket. En wij wilden gewoon, en dat heb je vandaag al gezien, wij wilden gewoon heel positief in die toekomst kijken. Of het nou moeilijk is of niet, het is moeilijk. Nou, ik weet uit het Brabantse, daar zeggen ze altijd, kom goed. Nou, het komt goed. Nou, Ruud, die zegt ook, kom goed. Dus daar houden we ons aan vast. En ik denk dat hij gelijk heeft, want ik denk ook dat het goed komt. Maar het zal geen makkelijke weg zijn. Nog één vraagje voordat we naar het gedeelte met Ruud overgaan. Die gesprekken, je noemde het al even. Je hebt gezien dat dingen snel rond kunnen komen. Die vlieger is opgegaan. Wat was dat in die gesprekken waarvan je dacht van ja, Ruud is nu de juiste man op de juiste plek? Nou, als je de combinatie neemt en de ervaringen van Ruud, denk ik dat we niet alleen op het oog, maar ook, we zijn natuurlijk ook verder de inhoud ingegaan. En ik denk dat hij niet veel andere ideeën heeft als alle mensen bij ons, van ons technisch hart en van, ook van Mo. Ja, en ik hoop en ik denk, je weet het nooit natuurlijk, maar ik denk dat als wij Ruud alle middelen geven om te ontwikkelen wat hij vaker gedaan heeft, ja, dan zou het eerder aan ons liggen dan aan hem. En dat weten we ook, want het is niet zo makkelijk, want Den Haag is een hele moeilijke club, dat zie je nu ook weer. Wij dachten dat het echt nodig was, we zagen minder perspectief en ik moet eerlijk zeggen, ik ben nou weer positief gestemd en ook alle mensen die daar staan, ook van technisch arts en ook van de clubs, zijn positief gestemd en dat heb je nodig. Ook bij spelers, ook jonge spelers met potentie moeten het idee hebben dat we achter ze staan. En Ruud staat achter ze, heeft hij ook laten weten. En dat zal hij morgen ook in een persoonlijk gesprek laten weten. Dat is de uitstraling van Ruud, maar ook de kennis van Ruud. En ik moet zeggen, dat gaf ons toch... zoveel kandidaten hadden we niet, want hij stond boven onze lijst. En niet alleen bij mij, maar ook bij de andere mensen. Dus ja, dat heeft geresulteerd in een verbintenis. En zeker ook met Bogers, die ook dus gekozen werd door onze trainer. Ja, daar kon ik me ook in vinden, want ik ken Adrie ook als een mensenmens die goed met jonge spelers kan omgaan. En ook nog tactisch sterk is en volgens de hoofdtrainer een hele goede aanvulling is voor hem bij FC Den Haag. Of bij ADO Den Haag zeg ik tegenwoordig, maar goed, ik zeg wel eens FC Den Haag. Ik hou het bij ADO Den Haag. ADO Den Haag, dat is de club, Ruud, waar jij getekend hebt tot 2022. Nogmaals, van harte welkom in Den Haag. Hetzelfde voor van Adrie Bogers. Heel veel succes alvast. Morgen leid je eerste training. Hoe kijk je dan uit? Ja, erg. Ik kijk er erg naar uit. Ik ben blij dat ik hier ben, in Den Haag. Er is al heel veel gezegd, ook door Martin, maar ook door de directeur Mo. Waarom die keuze? Nou, we zijn behoorlijk de diepte ingegaan. Nou, dat past ook helemaal bij de filosofie en de gedachten die ik heb. Gesproken met het technisch hart, dus ik heb er veel zin in om morgen ook die groep toe te spreken en met de staf vooruit te gaan en vooruit te kijken. Ik sprak jou gisteren voor het eerst en jij zegt van, ik denk dat het een goede match is. Waarom? Ja, nou, dat baseer je natuurlijk ook wel op de gesprekken, maar je loopt ook wat langer mee. Je kent de club uit Den Haag, ADO Den Haag, FC Den Haag. Vaak tegengespeeld, mooie club, emotionele club. Wordt ook wel gezegd, geen gemakkelijke club, maar waar is dat wel dan? Maar past ook wel voor de club. En ik denk dat de potentie er altijd wel is geweest. En men heeft nu ook gekozen voor het meerjarenplan. Dus ook het project wat er is ingezet. Nou oké, dan ga je met de juiste verwachtingen en intenties aan de gang. En daar voel ik me ook wel prettig bij. En of de groep nou ouder is of jonger is. Maar ik zie het positiever in, laat ik het dan zo zeggen. Want anders zou ik het niet doen. Om te gaan starten bij deze mooie club. Bedankt Ruud. Er zullen vast behoefte zijn in de zaal om vragen te stellen aan beide heren. Ik wil daarvoor graag beginnen met Bert Maaldrink van de NOS. Maar niet voordat de hengelmicrofoon daar naartoe is gegaan. Voor de toekomstige vraagstellers graag ook het verzoek om even te wachten op de hengelmicrofoon. Bert, gaat uw gang. Ja, gefeliciteerd met je aanstelling voor 2 jaar. Dank je. Luister jij wel naar Martin Jol?
Nou, die vraag had ik echt niet verwacht. Jawel, hè? Maar dan heb je extra lang over een antwoord kunnen nadenken. Ja, nou, dat is heel simpel. Het antwoord heb ik net al gegeven. Ik heb geluisterd naar het Technisch Hart en ik luister trouwens naar iedereen. Hoewel de laatste tijd is dat ook niet altijd goed, maar ik luister naar iedereen. En daar is dus een beleid geformuleerd. Nou, dat betekent dus dat je daaraan committeert. Dus als je vraagt specifiek naar een persoon, ik denk dat ik naar iedereen luister. Maar ik ben ook wel in de zin van dat ik ook wel een eigen mening heb. Het is niet zo dat ik alleen maar luister. Ja, want dat dacht ik nou net. Want nee. Jij bent iemand die niet zoveel moet hebben van andere mensen die zich met jou bemoeien, toch? Nou, dan ken je mij niet zo goed. Oh, jij houdt daarvan? Nee, dat zeg ik ook niet. Maar ik zeg net dat ik heel goed kan luisteren. En ik heb natuurlijk ook wel een eigen visie en ideeën. En dat past heel goed bij het plan dat ADO Den Haag voor heeft. En het zou heel stom zijn als je niet met elkaar dezelfde route gaat bewandelen. Dus de kennis die er is, ja, die hebben we zeker nodig. Ik heb ook wel het gevoel dat jij beter door de deur kunt met Martin Jol dan jouw voorganger. Dat weet ik niet. Ik ben daar niet bij geweest wat mijn voorganger deed. Jullie kennen elkaar goed. Wij kennen elkaar. Kijk, jij loopt ook lang genoeg mee. Als je langer meeloopt in het voetbal, dan ken je heel wat mensen. En dan is het ook een gegeven dat je met bepaalde mensen gaat praten. Ik ben er ook geweest. Dat heeft ook te maken met je ontwikkeling als trainer-coach. Ik ben de afgelopen maanden wel bij meer andere mensen geweest in het voetbal. Ja, wat denk je van dit ADO Den Haag? Omdat het een beetje wat afgeschilderd als, daar is niet veel. Ja, dat is de opinie. Als ik er ook zou denken, dan zou ik hier niet moeten zitten. Ik denk dat het een behoorlijke groep is. In die zin dat er nog veel meer uit te halen is. En tuurlijk is het prestatief lastig gegaan. Hè? Je staat waar je staat. Maar er zit zeker wel potentie in. Het is niet wat iedereen allemaal roept, dat het zo super slecht is. Als men denkt, als ik naar de overige concurrenten kijk, daar kunnen wij denk ik wel behoorlijk mee matchen. Ja, wat ga jij anders doen, echt heel anders doen dan wat er de afgelopen week is gebeurd? Ja, dat zal nog moeten blijken. Laat ik eerst maar met de groep en goed analyseren en observeren. Maar ik zal het natuurlijk ten eerste bij mijn staf, ook gesproken vandaag, neerleggen. En morgen zullen we met z'n allen verder doorpraten erover. Zit er genoeg Haagse signatuur in het elftal? Ja, dat is een retorische vraag natuurlijk. Jij ziet ook hoe de selectie eruit ziet. Maar het is wel de bedoeling. Ja, het is niet dus eigenlijk, hè? Bedoel dat nee, maar om aan te geven. Ja, maar ik wil wel even verder op die vraag. Want het is niet alleen het eerste. Het is natuurlijk een meerjarenplan. Als je kijkt, en dat is ook de insteek. Daar hebben we het ook over gehad. In deze tijd van corona. Je ziet overal steeds meer jonge spelers komen. En de potentie die erachter zit, daar moet je ook naar kijken. Dus bij onder 21 of onder 19. En daar lopen best wel jongens die op termijn iets kunnen betekenen voor ADO Den Haag. Ja, en de spelers van buiten. Terrel Janmaat bijvoorbeeld. Toch ook wel een Haagse signatuur heeft, die gaat hier meetrainen. Is dat iemand die ook al kan aansluiten en dat hij juist daarvoor moet gaan zorgen? Nou, het is al goed dat hij mee gaat trainen en dat zal nog moeten blijken hoe dat zich gaat ontwikkelen. Aan de andere kant heb je ook dat soort spelers nodig. Je kan niet, je hebt het over de achtergronden, maar je kan niet allemaal 11 de juiste halen, om het maar zo te zeggen. Heb je misschien dit soort spelers ook bij nodig. Waar staan jullie op het eind van het seizoen? Welke plek? Ja, dat is een mooie vraag. Nou, in ieder geval het doel wat ik voor ogen heb met de club is net verteld. En dat is behoud. 15e plaats minimaal. Maar spin me er niet op vast natuurlijk. Want je gaat ook niet vragen aan Ten Hag, denk ik, word je kampioen en zo niet. Ja. Dan zegt hij ja, denk ik. Ja, nou, dus ik kan dat ook wel zeggen. Martin, is dit jouw gedroomde coach nu? Omdat hij iemand is die luistert? Dat gaat een eigen leven leiden. De andere coach had ik eigenlijk ook best wel een goede relatie mee. Alleen ja, die had toch een andere visie over het voetbal. En ik moet eerlijk zeggen, wij hebben eigenlijk al een hele tijd daar niet over kunnen praten. En ik ben ook niet iemand die zich opdringt. Dus dat verhaal over dat luisteren, natuurlijk eigen leven gaan leiden. Dat ja, heeft eigenlijk jullie wel zelf naar buiten gebracht eigenlijk, hè? Van, ik? Nee. Nee, maar jullie algemeen directeur. Hij luisterde niet naar wat Martin Jol zei. Nee, hij zei hij zou moeten luisteren naar mij en Martin Jol. Het punt is namelijk dat wij hadden doelstellingen geformuleerd. Dat had met aanvallend voetbal te maken. Dat had met ontwikkeling van spelers te maken. Dat had met een hele nieuwe ploeg te maken. En dat had met de ideeën te maken die wij hebben in het jarenplan van Mohamdi. Nou, als dan de trainer een hele andere kant op gaat. Ja, dat kan best wel als het goed gaat. Dan hoor je niemand. En ik moet eerlijk zeggen, na maanden, we zagen het natuurlijk al gebeuren in een 4-4-2, in een 5-3-2, in een 5-2-1-2.
in veel wisselen, ja, daar hebben we eigenlijk geen invloed op gehad. Dus dan weet je meteen hoe het zit met dat werkwoord luisteren. Hij hoeft niet te luisteren, hij heeft ook niet te luisteren. Ik hoop dat hij het kan. En hij heeft zijn eigen visie, zijn eigen assistent. En ik denk dat hij dat kan, maar dat moeten we nog afwachten. Want zoals bij vele andere clubs, tegen Vitesse scoren een jongens van 18 jaar 2 goals. Nou, dat hebben wij niet voor ogen, maar we hopen dat dat ook bij ons kan. Nou, en ik denk dat het kan, alleen... Ja, het wordt heel lastig als niemand daar vertrouwen in heeft. Dus dan is het perspectief voor iedereen weg. En ja, dan moet je luisteren, maar hij hoeft voor mij niet te luisteren. Hij zit nu thuis en hij heeft zijn eigen weg gegaan, zijn eigen visie gevolgd. Ja, dan kan iedereen denken dat het goed is. Ja, dat kan. Er zijn een hoop ADO Den Haag-haters of misschien zelfs wel Martin Jol-haters die dat fijn vinden. Nou, wij vonden dat niet fijn. En wij zijn, denk ik... concreet geweest en we hebben gezegd, ja, hier is perspectief weg. Wij moeten iemand hebben die zich wel kan conformeren aan die doelstellingen. En dat is helemaal niet zo moeilijk. Dat is, ja, we zijn eigenlijk failliet geweest. Niet alleen financieel, maar ook met spelers. We staan natuurlijk niet voor het eerst onderin. We stonden al onderin. Het jaar daarvoor stonden we ook onderin, op 5 april. Dat jaar daarvoor moesten we ook de laatste 7 van 11 winnen. Dus het is natuurlijk al een tijdje aan de gang. En dan zit je aan de onderkant met heel weinig budget. Ja, dan kom je in een markt terecht. Zoals dat duizenden zijn. Want de hele goede spelers die hebben contracten en die kunnen niet zomaar weg. Ja, en dan moet je hopen dat je toch in de potentie een goede groep bij elkaar krijgt. Ja, en als iedereen dat ziet zitten, dan heb je nog kans dat we onze doelen die we hebben gaan halen. Nou, dat hopen we nu met Ruud en met Adrie. En met ons hopen we dat te bewerkstelligen. Goede coaches moet niet luisteren, maar die moet winnen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook vaak meegemaakt, maar ik heb eigenlijk nooit geluisterd. Alleen die directeuren kwamen er heel goed vanaf, omdat ik het heel goed deed. Jawel. Dankjewel. Jim? Om op best. Eén vraag voor Martin. Zaterdagavond gaat Rankovic eruit. Vandaag presenteer je Ruud Brood. Is dat niet wat snel of heb je huiswerk al gedaan daarvoor? Goed, hè? Ja, je moet als bedrijf, en we zijn een voetbalbedrijf, moet je anticiperen. Anders krijg je natuurlijk dat al die verhalen die er dan de wereld in geholpen worden. Ja, het is jammer dat tegenwoordig ook bij jou in jouw vak dat er eigenlijk geen mening meer wordt getoetst. Dus ja, je hebt gezien, het is niet geworden Santoni of Hogendorp of Samen of Texera. Het is een hele andere trainer geworden binnen een paar dagen. Dus ja, ik ben er wel heel blij mee. En nou weten we ook dat er een hoop onzin wordt uitgekraaid. Komt hij wel terug, Santoni? Wij hebben Santoni en Rick Hogendorp nooit op non-actief gezet of ontslagen. We hebben alleen de trainer willen helpen omdat op zijn verzoek, want het was zijn verzoek, hebben we de trainerstaf veranderd, ja, dat daar achteraf andere dingen bijgehaald worden. Ja, daar kunnen wij niks aan doen, dus ja, wij hebben gedaan wat de trainer wilde, maar het was niet onze wens. En we hebben met Ruud gezeten vanmorgen en Ruud gaat ook alles behoorlijk door de molen halen. En ook de hele organisatie van de staf in Rijswijk en ook bij de onder 21. Ja, en dan gaan we zien wat eruit komt. Je sprak zojuist over middelen. Heb je middelen om Ruud nog wat spelers te geven de komende weken? Nou, de komende weken, dat zal niet gaan. Zoals je weet is de transfer window is dicht. Dus ja, zitten er veel thuis? Zitten er veel thuis, ja. Nou ja, ik hoop dat hij zijn waffel dicht houdt en dat hij luistert. Dat als wij weer met Janmaat komen of met Zuiverloon, dat hij niet zegt van die wil ik niet. Want ja, wij hebben nou eenmaal niet de middelen om spelers bij Ajax of bij Vitesse weg te halen. Dus we moeten het toch hebben. Als je het toch over Haagse signatuur hebt, dan is Zuiverloon toch wel aardig. Ofschoon hij niet uit Den Haag komt. Maar zeker Janmaat zou voor ons fantastisch zijn. En dat hebben we ook beoogd en gewild. Maar ja, ik heb iets te veel gekeken naar het effect van Haagse spelers. En dat effect is er eigenlijk nooit geweest. Toen ik speelde was Purvis Haas en Karel Bouwens Haas en de rest kwam buiten Den Haag. En nu waren Swinkels en Immers en Tommy, die waren Haas. En Bakker. Ja, het is onmogelijk in deze tijd om Haas een signatuur te geven aan een ploeg. Dat zou je in Amsterdam niet zien, dat zou je in Eindhoven niet zien. En dat is hier ook heel moeilijk. Dus ja, het is een leuk verhaal, maar het gaat niet meer op. Elke Jatti, dat zijn hartstikke goede dingen. Daar zijn we ook mee bezig geweest. Onmogelijk voor de club. Ik zal niet zeggen wat hij daar aan inkomen heeft, maar dat is
vele malen hoger als wat de jongens hier kunnen verdienen. Want ja, daar komt elke jat die niet voor de Haag spelen. En ik denk dat hij ook andere ambities heeft. Heeft hij ook uitgesproken. Streep doorheen. Dankjewel. Bennet van Vessum, rechtsachterin, Fox Sports. Ja, ik heb een vraag aan meneer Jol. Goedemiddag. Ik hoorde u net zeggen, Ruud Brood is geen Louis van Gaal. Hij komt in de buurt. Dat is nogal wat. Nou, in de buurt. Ik denk dat Van Gaal inderdaad toch behoorlijk wat ouder is ook. En dat een type als Van Gaal of advocaat, dat die ook wat andere wensen heeft. En daarom was het zo ongelooflijk dat Ruud ook wat dat betreft. Want hij had ook kunnen zeggen, joh, ik ben een arrivé, ik heb heel veel ervaring. Dit zijn mijn eisen. Maar Ruud heeft eigenlijk alleen gekeken naar de ambitie van de club, naar zijn eigen ambitie. Hij was heel gepassioneerd over onze spelers, over Den Haag. En ja, dat zijn toch de dingen die je graag wil horen als je bij zo'n club zit en je zet je in. En het maakt allemaal niet uit hoe lang je... Ik heb 16 jaar bij ADO Den Haag dingen gedaan. Maar het gaat er uiteindelijk toch om dat je iets op poten zet en iets creëert. En daar wilde hij ons bij helpen. Dus ja, dat de focus op mij ligt, dat mag. En ik vind het ook helemaal niet erg als mensen lelijk praten over me. Maar het gaat er toch om wat zij kunnen doen. Want ik sta niet op het veld. Ik zit zelfs in de kleedkamer, nog nooit in de kleedkamer geweest. Ik ben nog nooit in de catacombe geweest. Ik heb me eigenlijk nooit bemoeid. Met niks. Ik zat alleen maar te wachten op een belletje van de trainer die misschien advies nodig had. Nou, hij vindt het leuk, want hij kent mij. En hij weet dat ik eigenlijk een hele lieve man ben. Dus hij ziet er naar uit. En ik moet zeggen, dan wordt het voor ons ook wat gezellig. Dat was een heel mooi monoloog van u. Dat sowieso allereerst. Maar nog even terug naar die vraag. Want heeft u daar serieus ooit wel eens over nagedacht, over Louis van Gaal? Nee. Dus dat is met een knipoog. Nee. Kan u in uw eigen woorden uitleggen waarom deze trainerswissel juist nu nodig was? Omdat we al uitgelegd hebben dat wij minder perspectief zagen. Zelfs op een gegeven moment weinig perspectief. Wat de ontwikkeling van ons voetbal aanging, de speelwijze. Zelfs in het begin was het zo dat we één keer een schot op goal hadden in twee wedstrijden. Ja, dat er toch heel veel gewisseld werd, ook van veldbezettingen. Ook na de rust nog steeds doorgaan op dezelfde manier. Ja, en dat is het goed recht van een trainer. Alleen ja, op een gegeven moment moet je toch, en ik denk nog steeds dat... juiste keuze is, hoewel ik het heel vervelend vind voor Ranko, want eigenlijk is de hele lieve gozer en ja, ik kon ook heel goed met hem overweg. Alleen ja, hij heeft besloten om zijn eigen weg te gaan eigenlijk, zo was het. En dat is niet een andere weg dan dat ik wilde, alleen dat is zijn eigen weg. Ja, en die was op een gegeven moment op een dusdanige manier dat wij dachten, ja, maar dit willen wij niet en dit kan ook niet, want dan staan we aan het eind van het seizoen. We hebben al een leeg stadion, maar als er mensen hadden gezeten, ja, dat is zijn schuld niet. Dat is ook het product van de samenwerking, want wij hebben al die gasten bij elkaar gebracht. We hebben die hele jeugdafdeling gereorganiseerd en daar zijn we hartstikke blij om. We waren ook blij met al die jongens die waar we 3-4 maanden mee bezig waren, konden krijgen. Maar ja, dan moet je wel perspectief zien en als dat er niet is en als er ook... van de andere kant niet de signalen komen dat ze er blij mee zijn om toch hier te werken. Ja, dan moet je op een gegeven moment toch wat doen. En dat komt niet alleen van mij af of van Mo af. Dat komt ook van onze RVC af, de eigenaar. Ja, wij hebben eigenlijk heel lang, hè, we zijn al 5,5 maand bezig, hebben we gedacht van ja, dit gaat niet goed. Ja, en dan, als je het dan ook niet samen kunt doen, ja, dan heb je een probleem. Ja, het is wel vrij snel gegaan. In hoeverre ziet u het dan als een collectief falen? Nee, dat sowieso. Dat heb ik ook verteld, ook intern. Ja, ik voel me toch verantwoordelijk, omdat ik toch een grote rol speelde. Niet alles overheersen nog, maar wel een grote rol speelde. Na het mislukken met het verhaal Stijn zijn we gelijk eigenlijk overgeschakeld, omdat ik Ronkovic al een tijd kende. En toch een hele een leuke relatie met hem had. En ik dacht ook dat het zou werken. Maar ja, goed. Door bepaalde omstandigheden heeft het gewoon niet gewerkt. En het ging steeds stroever. Ja, dat uiteindelijk voor de buitenwacht resulteert in een soort van machtsstrijd. Dat is helemaal niet aan de orde. Ja, maar schrikt u daar wel van dat het dan toch keer op keer fout gaat? Keer op keer. Nou, dit is eigenlijk de enige keer dat ik aan de andere kant zit. Meestal was ik trainer.
En dan hoop je dat je het voor een club, dat je de kastanjes uit het vuur kunt halen. En dat je die club toch kan ontwikkelen en de spelers en de speelwijze. En dat het goed gaat. Nou, dat ging bij ons niet. Dus ja, dan moet je toch impopulaire maatregelen treffen. Bennet, heb jij nog vragen voor Ruud? Anders gaan we door in de zaal. Dankjewel. Aan de rechterkant vraag. Ja. Jorik. Telegraaf. Ruud, allereerst gefeliciteerd met de nieuwe baan. Dank je. Ik dook eventjes in het archief bij ons in Telegraaf. Je had na je vertrek bij de NAC had je een openhartig interview met ons. Dat ging toen over de manier waarop je was weggegaan bij NAC. Over met de directie. Ik vond ook dat de directie zich te veel bemoeide met het spelersbeleid, met het transferbeleid. Een van de kritiekpunten was dat van de Albelen, dat was de technisch directeur, dat hij vooral jonge spelers aantrok. Nu kom je bij Arlo terecht. Ja, ik zat al te wachten. Zit je in een piepjonge selectie en een niveau hoger? Wordt dat, is dat niet een beetje apart? Nee, ik moet even weer terug in de tijd hoor. Het is een tijdje geleden. Eerlijk gezegd heb ik niet zoveel zin meer. Je zei het al, er is genoeg over gezegd, over die periode, om over NAC te gaan praten en over die meneer Van der Belen. Ik vind het belangrijk, het is ook niet vergelijkbaar. Je hebt net gehoord dat hier een beleid is uitgestippeld, een traject. Nou, ik kan een heel boek schrijven hoe dat daar was, dat heb ik ook verwoord. En met jonge spelers heb ik ook altijd gewerkt, of het nou in Eindhoven was of in de Waalwijk of waar dan ook. Dus dat is een heel ander verhaal. Ik snap dat je de link wil maken en dat het een mooi bruggetje is, maar het gaat voor mij niet om. Nou ja, het is niet zozeer de link naar NAC hoor. Ik bedoel eigenlijk meer, je komt nu met een jonge selectie te werken en het doel is moeilijker eigenlijk nu om in de Eredivisie te blijven. Nee, vind ik niet, omdat men hier met z'n allen hetzelfde doel voor ogen heeft. En dat is handhaven. Dat is handhaven en in Breda was dat anders, maar er waren ook andere doelen. Daar had ik iets meer tegenstand, niet zozeer van de tegenstanders als wel anders. Ja. Dan heb ik nog een vraag aan Martin. Het wordt beoogd om aanvallend voetbal te spelen hier in Den Haag. In hoeverre is dat dan realistisch met deze selectie om de doelstelling te bereiken? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat wij een paar keer toch zagen wat we wilden zien. Ja. En dan kun je nagaan, dat is tegen Feyenoord geweest, ondanks veel persoonlijke fouten verloren we die. Maar toen kreeg je toch het gevoel dat het beter liep in andere velbezetting. En de wedstrijd daarna was het eigenlijk weer hetzelfde. Die wonnen we ook. Dus wij waren eigenlijk best wel tevreden. Alleen de wedstrijd daarna is het toch weer heel anders gegaan. En ook weer op een hele andere manier. En ja, dan denk je aan van het voetbal. We hebben dat ook zelfs de afgelopen wedstrijd een minuut of 15 gedaan in een andere velbezetting. En toen maakten we ook weer 2-2. Dus ja, dat is voor ons toch weer geeft ons weer het gevoel dat het wel kan. Maar ja. We zullen nu met Ruud zien of we die combinatie kunnen maken van attractief voetbal. Wat niet zo makkelijk is als de punten eigenlijk belangrijk zijn. En het doel van de handhaving, ja, dat is bij veel clubs zo. En je zult ook de komende tijd bij veel clubs zien dat ze dezelfde maatregelen moeten trekken. Want ja, of treffen. Want ja, het is toch zo dat je als club redelijk bezorgd raakt en nerveus raakt als je helemaal van het beoogde pad afgaat. Bedankt. Verder nog vragen, Jan Kees Butte van Trouw daarachter. Vraag voor Martin Hiel. U zei net van dat het met de vorige trainer niet werkte. Dat lag niet alleen aan de trainer, maar lag ook aan onszelf. Ik vroeg me af, welke les heeft u geleerd die u meenam richting de onderhandelingen met Ruud Brood? Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat is toch een hele andere situatie met Ruud. Want ik had echt het idee de afgelopen maanden, was ik er maar dichter op gegaan. Maar ja, dat had helemaal niet gewerkt, want dan had ik iedereen tegen gehad. En het leek nu al net of we echt in de nek aan het ademen waren. Nou, iedereen die hier zit, die weet dat het niet zo is. Wij hebben eigenlijk al maanden niet echt over voetbal gesproken. Ik heb hem wel succes gewenst, maar ja, hij had gewoon het idee dat hij zijn eigen visie moest. En dat zei hij ook letterlijk tegen Mo. En dat geeft niet. Dat ik, ja, als hij zijn eigen visie heeft, en het is een visie die een beetje strookt met wat wij willen. Dan ga ik nog niet eens zitten. Maar hij is toch een man. Hij is ook. Je bent toch een Brabander, Ruud? Geen Brabander. Zuid-Holland. Ik kom uit de buurt. Okay. Maar het is in ieder geval zo dat hij ook bij Brabantse clubs gezeten heeft. Ja, je hoort aan mij dat ik niet in Brabant opgegroeid ben. Maar ik heb me daar 6 seizoenen heel goed thuis gevoeld. En die mentaliteit daar, die past bij mij. En die past ook bij hem. Ik weet nog wel dat die supporters daar gingen kiezen.
En toen won hij bijna die verkiezing van trainer van de heel. Toen dacht ik, potverdorie, dan moet die jongen toch wel heel goed gedaan hebben hier. Dus dat zijn allemaal dingen die bleven hangen. En ook bij Philip Cocu. En ja, dat zijn toch allemaal mensen die heel positief over Ruud spreken. En ja, dat zijn toch allemaal dingen die dan meehelpen aan het gevoel. Want ja, dat is toch wat we kunnen doen. Kijken van, doen we het goed? Ja, en zoals ik net al zei, en dat probeerde ik eigenlijk aan te geven. Kijk, Louis van Gaal, die gaat niet naar Den Haag. Maar Ruud, die was gelijk zo enthousiast. En jeetje, Mina, dat vind ik nou een mooie club. Ja, dat zijn... Ja, dat zijn vaak verhalen die je hoort, maar ik had het idee dat hij het meende. Dus dat helpt altijd. Ik wil hier achterin naar Joey Dekker. We zitten al in de verlenging, dus we gaan de afrondende fase nu in. Ja, meneer Jol, wat is nu het belangrijkste verschil geweest tussen jullie visie en de visie van de vorige trainer? Yo, ik moet eerlijk zeggen, ik heb helemaal geen zin om daar nou zo diep op in te gaan. Ik bedoel, wij kijken naar de toekomst en we willen beter, we willen een iets andere speelwijze. We willen een speelwijze die bij ADO Den Haag hoort. Dat is van Lambert Maas, van Kees Aerts, van Harry Heijnen, naar Henk van Leeuwen, Tjeula Ling, Leentje Zwanenburg. Noem maar op tot nu aan toe met Boelie Kin als nummer 9 en met... dat waren ook de beste jaren van bijvoorbeeld Immers en spelers die ik toen achterin zag lopen. Allemaal spelers waar wij ons mee konden identificeren. Als je Toornstra nam, altijd aanvallen en omschakelen. En, ja, dat zijn ook de goede tijden geweest bij ons. Nou, en als je dat in ogenschouw neemt, dan kun je wel praten over wat zijn de verschillen. Kijk, wij hebben gezien... Heb ik al net al gezegd dat onze speelwijze, dat in de speelwijze zijn die bij ons past. En dat wist Rankovic ook. We hebben in het begin zelfs gezegd, en dan zei hij ook, nee, 4-3-3, dat is het beste systeem. Dat vind ik ook, maar moet ik de spelers hebben? Ja, daar hebben we heel lang gewacht. Toen gingen we dat doen en toen kwam Vicente bijvoorbeeld ineens heel leuk en goed uit. Nou, dat waren allemaal leuke dingen, maar vervolgens ging dat toch weer anders. En ja, dan moet je na 5,5 maand concluderen dat de visie van... Rankovic toch anders was dan die visie van ons. Dat heeft met speelwijze te maken, dat heeft met ontwikkeling van spelers te maken. Ja, en dat heeft ook een beetje met resultaat te maken. Hoewel, ik denk nog steeds dat als we zo spelen zoals we gedaan hebben tegen VVV, soms periodes in wedstrijden zoals nu de laatste wedstrijd, ook tegen AZ, ook bij Sparta had je bijvoorbeeld, hè, dat we die bekerronde verder kwamen. Ja, ik denk dat kan. Nou, en de trainer, die was daar niet van overtuigd. Nou, en gelukkig hoop ik dat we nu wel die kant uit kunnen. De jeugd moet ook een belangrijke rol gaan spelen volgens mij. Hoe goed is de jeugd van ADO op dit moment? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Als je in een coronatijd met zo weinig middelen een selectie moet samenstellen, dan heb je maar één doel. In ieder geval proberen om hem beter te maken als die selectie van vorig jaar. Nou, en ik denk... Het is altijd lastig. Ik denk dat dat zo is. Ik denk zelfs dat deze selectie beter is dan de selectie die Pardew had en zelf ook creëerde. Want dat heeft hij echt zelf gedaan. En dat geeft niet, want je hoopt toch dat dat lukt. Dan zit je toch ook weer op afstand. Nou, en dat lukt ook niet, want als dat de corona er niet tussendoor was gekomen, waren wij gedegradeerd met die groepspelers. Ook van de groepspelers voor de winterstop. Want die kregen ook bijvoorbeeld 6 goals tegen in de arena. Dus ja, ik denk dat wij... als je kijkt naar de potentie, dat we beter zijn dan hiervoor, met veel minder geld. Ja, wat moet ik ervan bakken? Moet ik zeggen, joh, we hebben er niks van gemaakt. Als jij een elftal had moeten maken voor ons, was jou niet gelukt. Nou, ons is het wel gelukt. We waren zeer content. Alleen, ja, de trainer die heeft ook gezegd, ik meen in het AD, ik wil geen spelers meer, ik ben tevreden. Dat is echt gebeurd. Ja, en als dat dan later ineens weer... dat je maar 2 goede spelers hebt, of het maakt me allemaal niet uit, maar toch allerlei toestanden krijgt die je niet wil als club, ja, dan heb je een probleem.